Ja, aan tafel zit Victor Mits. Dat heeft een kleine voorgeschiedenis. Wij ontmoeten elkaar gedrieelijk, Joep, jij en ik, afgelopen zaterdag in Haarlem. In een oliebollentent. Daar hebben wij een half uurtje, drie kwartier oliebollen gebakken en verkocht. Dat had alles te maken met een promo die werd opgenomen. Een reclamefilmpje voor onszelf eigenlijk. Voor oudejaarsavond. Want jij begint, dan is er de televisie draait door. Dat verzorgen wij al jaarlijks. En dan sluit Joep dit jaar af. En wij waren daar om daar een beetje reclame te maken. Zoals hij het zelf zei, wij staan in zijn voorprogramma. Wij staan inderdaad in het voorprogramma, wij staan in het voorprogramma van Joep. Hoe dat er allemaal uitziet, dat zien we allemaal na de kerst wel. Maar goed, we waren daar bij elkaar. En jij deed een truc met een oliebol voor de klanten die voor de tent stonden. Ook een beetje voor Joep en mij. Wij begrepen daar helemaal niets van. En je zei, god, ik heb deze week toch weinig tijd. Toen dacht ik, nou, als Joep er dan ook is, en ik ben er ook weer, laten we die truc nog even delen met de rest van Nederland. Want men ziet je graag. En hij was zo eenvoudig dat ik dacht, ik moet... Prem, let dus op. We zijn er hier om hem te ontmaskeren. Is dat zo? He? Nou ja, nee. Maar zou je hem kunnen doen? Ja, nee, zeker. Ja. Precies dat, want het was een fluitje van de zender. Het was een heel klein dingetje. Het was gewoon een klein oliebollen appelflop trucje. Ja. Mag ik hem meteen laten? Nee, daar ben je voor. Ja, weet ik. Ja. Eigenlijk, kijk, ik heb hier een mooie zak meegenomen. Er zit een champagnefles in. Ik heb hem net even iets anders gemaakt. Die zet ik hier zo eventjes neer. Maar ik heb iemand nodig. Ja, Lilian. Zeg maar. Nou, ik zat eigenlijk even aan Maan te denken. Persoonlijk favoriet van mij. Maan, zou jij me heel even willen helpen? Kom even hier staan. Geef een groot applaus, dames en heren. All right. Maan, ja? Ik heb één hele simpele vraag voor je. Het is oudejaarsavond. Ja. Ben jij meer iemand van de oliebollen of appelflappen? Oliebollen. Oliebollen? Ja. Met of zonder krenten? Met. Oké, een oliebol met krenten. Zou jij eens willen doen alsof je een onzichtbare oliebol met krenten in je hand vasthoudt? Heel goed. Dan neem ik die van je over en check it out. Hè? Man, dit ga je niet geloven. Eén bol in de zak, pak hem eruit. Ja, dit was dus... Daar is die inderdaad. Maar, tot slot... Dit hebben wij dus... Je hebt een keer 15 gezien, hè, dit? Dit hebben wij een keer of 15 gezien. Ja, maar ik heb nog iets uitgebreid. Hij is lekker, hè? Ja. Hij is van jou, nee, ik hoef niet meer terug. Maar stel je nou voor dat je hierbij ook nog iets te drinken wilt. Waar zou jij dan voor kiezen op oudejaarsavond? Zeg maar champagne, want het staat uit. Ja, ik wil een champagne cocktail. Een champagne cocktail? Ja. Nou, dat klinkt wel exclusief. En dat is wel grappig, want het lijkt helemaal vrije keus. Maar Matthijs, dat ga je niet geloven. Ik had die champagne hier al staan, maar die cocktail was ook subliminaal al in ons zicht. Want kijk eens even wat... Hier staat. Cocktail. Ik geloof het. En nou kan ik me nog voorstellen. Vrije keus. Nou kan ik me nog voorstellen van ja, dat is wel lekker. Een cocktail is lekker en champagne erbij, dat is ook lekker. Maar misschien toch geen champagne en alleen maar cocktail. In dat geval laat ik de champagnefles gewoon... Nee, dat... Verdwijnen. Dank jullie wel. Ik kijk alleen naar zijn handen. Ik zit er toch niet. Het heeft geen zin. Het heeft geen zin. Wij hebben het 15 à 20 keer gezien in Haarlem. Veel belangstelling hadden we dankzij Victor. En je kan het ook nu ontmaskeren. Ik stond er in Haarlem, stond ik er zo naast. En ja, rot op, man. De oudejaarsuitzending van Mindfuck, want zo heet het programma, is te zien op 31 december vanzelfsprekend om 21:50 op NPO 1. Klopt. Dank je wel.